In zijn recente videolanddocumentaire deelt André Hazes openhartig waarom hij gebroken heeft met zijn moeder, Rachel. De aanleiding volgens André, Rachel zou zijn spaarrekening hebben omgezet naar een en/en slash en rekening, waarbij toestemming van beide partijen vereist is voor geldopnames. De reden achter deze financiële zet? Rachel zou vrees hebben gehad dat haar verslaafde zoon om geld zou vragen. Tot op heden heeft Rachel niet gereageerd op André's uitspraken. Maar nu doorbreekt ze het stilzwijgen in een interview met Story. Ze ontkent de beweringen van André en Roxane, zijn zus, en stelt dat ze zich genoodzaakt voelt om de waarheid te delen. Rachel benadrukt dat ze niet kan beloven hoe lang ze nog zal zwijgen, aangezien ze zich onterecht beschuldigd voelt. Rachel benadrukt dat André en Roxane cruciale feiten weglaten en beweert dat ze geen moeite heeft met de waarheid, maar wel met leugens. Ze geeft toe dat ze destijds een en slash en rekening heeft gemaakt van een van André's spaarrekeningen, maar dit was om het overzicht te behouden. Na het overlijden van André werd Arjan Israël, tegenwoordig bekend als Robert, bewindvoerder van de kinderen, wat zij beide hebben geaccepteerd. Rachel vond het noodzakelijk om financiële bescherming te bieden, vooral gezien André's gebruik van middelen.